Goedenavond, dames en heren. Op een vergadering in Utrecht hebben de leden van de Landelijke Specialistenvereniging vanavond een alternatief plan aangenomen om tot een aanzienlijke besparing in de ziekenhuiswereld te komen. Dit dan wel zonder dat er ziekenhuizen dicht moeten. De medische specialisten, zo bleek vanavond nog eens op hun vergadering in Utrecht, vinden het beddenreductieplan van de minister van Volksgezondheid een slecht plan. Het aantal ziekenhuisbedden verminderen door min of meer domweg 25 ziekenhuizen compleet te sluiten, zal, zeggen ze, de problemen in de ziekenhuiswereld alleen vergroten in plaats van ze op te lossen. Daarom dus kwamen de landelijke specialisten vanavond met een alternatief beddenreductieplan. Met het sluiten van gedeelten van ziekenhuizen kan hetzelfde effect beoogd worden, terwijl er veel minder werkelozen vallen, terwijl de zorg voor de patiënt even goed bereikbaar blijft omdat hij gewend is naar het ziekenhuis te gaan. En bovendien is het zo dat het sluiten van een geheel ziekenhuis voor de gehele omgeving waar de patiënt woont, de zorg onbereikbaar maakt. Er moet dan dus eerst voorzien worden in een uitgebreide polykliniek die ertoe zal kunnen leiden dat de patiënt in dit opzicht niet tekort komt. Maar komt die patiënt dan toch niet iets tekort omdat het ziekenhuis incompleet is? Er zijn immers in uw plan afdelingen gesloten. Ik denk dat de verantwoordelijkheid van de betreffende specialisten is om dat te proberen zo goed mogelijk op te vangen. En ik denk ook wel dat dat kan, want ook wij zijn van mening dat het aantal bedden kan verminderen. In Suriname zal morgen een eerste gesprek plaats hebben tussen de vakbonden in dat land en leden van de regering. Onderwerp van gesprek: nieuwe democratische structuren in Suriname. Premier Nijhorst heeft de bonden, onder wie de Moederbond, vanavond namens het beleidscentrum uitgenodigd. Het gesprek is een vervolg op een staking van de Moederbond. Een staking die dinsdag, na de belofte, tot het komende gesprek werd beëindigd. De Europese Commissie wil dat de boeren volgend jaar minder geld krijgen voor teveel geproduceerde melk. De garantieprijs daarvoor zou moeten dalen met 2,2%. Door een te grote melkproductie is dit jaar een boterberg ontstaan van 400.000 ton. De Europese Commissie wil die wegwerken door ongeveer een derde ervan aan te bieden als goedkope kersboter en door eventueel uitvoer naar Rusland. Vier Nederlandse wielrenners, Joop Zoetemelk, Henny Kuiper, Peter Winnen en Johan van der Velde, hebben aan het eind van de middag in Den Haag een Franse onderscheiding gekregen. Dit lintje werd de vier op de Franse ambassade door de ambassadeur aangeboden voor hun prestaties in de Ronde van Frankrijk en hun grote populariteit in dat land. Onder de aanwezigen ook oud-tourwinnaars Jacques Anquetil en Jan Jansen. Na de uitreiking was er voor de aanwezige wielerliefhebbers gelegenheid de vier tourverdetten te feliciteren. Voetbal. In Parijs heeft de Ajax-speler Willem Kieft vanavond de gouden schoen gekregen. Kieft krijgt de onderscheiding omdat hij vorig seizoen in de competitie met 32 doelpunten van alle Europese voetballers de meeste doelpunten maakte. Het nieuwsoverzicht. Koningin Beatrix heeft vanmiddag het nieuwe kabinet van CDA en VVD beëdigd. Ze poseerde daarna met de regeringsploeg op de trappen van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De regering met 8 CDA en 6 VVD-ministers had vanmorgen al na anderhalf uur overeenstemming bereikt in de zogeheten constituerende vergadering. De afspraken in het regeerakkoord over de bezuinigingen zijn volgens premier Lubbers harde afspraken. Vandaag zijn ook de namen bekend geworden van enkele staatssecretarissen die de afgelopen jaren niet in de politiek actief waren. Zoals mevrouw Annerien Kapijnen van de Coppello, lid van de Raad van Beheer van de NOS, die staatssecretaris van Emancipatie wordt. En Charles Swietert, politiek redacteur van het NOS-journaal. Hij wordt staatssecretaris van Defensie voor Personeelszaken. Verder heeft de CDA-fractie in de Tweede Kamer een nieuwe voorzitter, Dr. Bert de Vries, 44 jaar, sinds 1978 lid van de Tweede Kamer, waar hij een van de sociaal-economische specialisten was. In het Zuid-Hollandse Gouden Rak moet een wijk van 96 woningen worden ontruimd omdat de bodem onder de huizen ernstig is verontreinigd. Onderzoek moet uitwijzen of de woningen moeten worden afgebroken. Door de bodemverontreiniging moet voor de 330 bewoners van de Zellingwijk in Gouden Rak zeker voorlopig een ander onderdak worden gevonden.
De provincie Zuid-Holland gaat zo spoedig mogelijk plannen uitwerken voor ontruiming van de wijk. In de derde week van november komen er stakingen in het onderwijs. Dit omdat minister Deetman blijft vasthouden aan een extra verlaging van de salarissen met 1,65%. In de Spaanse hoofdstad Madrid is vanmorgen een topgeneraal in zijn auto doodgeschoten. Generaal Victor Lago was commandant van Spanjes belangrijkste legereenheid, de tankdivisa Brunet. Zijn dienstauto werd van twee kanten tegelijk onder vuur genomen. De generaal was op slag dood. De daders zijn ontkomen. De politie denkt dat ze behoorden tot de ETA, de Baskische afscheidingsbeweging. Dan de weersverwachting geldig tot morgenavond. Veel bewolking, vrijwel overal droog en plaatselijk mist. Minimumtemperatuur ongeveer 8 graden, middagtemperatuur circa 11 graden. Vannacht weinig wind, morgen matige zuidoostelijke wind. En de vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag. Half tot zwaar bewolkt en vooral na het weekende af en toe regen. Middagtemperatuur omstreeks 12 graden. Einde van de journaaluitzendingen op Nederland 1. Dames en heren, goedenavond.